Hi YouTube, livestream nog steeds, Spyro Bergkamp. Go! We zitten nog steeds gezellig livestreamen, jongen. Ik zeg, ja, we zijn nog steeds in de livestream YouTube, dus... Michelle, mocht je het niet doorhebben, we zijn ook nog eens een keertje dit gelijk aan het opnemen voor YouTube. Dus een beetje een soort van let's play slash stream. Gezellige interactiviteit met jullie, dat is het belangrijkste. Ik leg nog wel een beetje uit de game over. Ik bedoel serieus Nederlandse voice. We gaan de Bergkam. Wat is een Bergkam? Echt serieus. Ik spreek al, ik weet niet hoe langs Nederlands, want ik heb nog nooit van het woord Bergkam gehoord. Ja, Bergkramp misschien. Of Bergkamp, weet je wel dat een of andere naam is, maar... De Bergkam. Let's streamplay! Ja, zoiets. Let's play stream, streamplay, play stream, stream. Nee. Pas erop, hè. Jij ook. Ach. Hij heeft armor. Hoi. Au. Nee. We hebben een Sparksy niet. Oké, dat is wel eigenlijk een interessante move wat hij daar kan, maar... Ik wil Sparksy! Maar Spyro voor Smash? Waarom niet? Ik bedoel serieus, ze hebben ook Cloud. En die andere gozer van hoe heet die Joker of zo? Overwatch? Was het van Overwatch? Nee, het was niet. Wat was van Persona? Persona 5, sorry, om mij nou. Overwatch, bleh. Mijn excuses. Het beeld van de game is op zich wel mooi. Nee, spoilers! Ja, hoezo? Die is geconfirmed. Sorry, hè. Ik kan niet overal rekening mee houden. Al vind ik dat eigenlijk niet echt spoilers wat geconfirmed is door Nintendo. Ik bedoel, serieus. Kijk, op het moment dat ik bijvoorbeeld nou weer ga zeggen van... Ja, Nasty Nork, als je die verslagen hebt, heb je een spel uitgespeeld. Dat zijn spoilers. Oké, het is obvious, maar dat zijn spoilers. Als ik bijvoorbeeld vertel dat als jij de film gaat kijken... Ik noem hem maar iets... Zootopia, heb je dat? Spyro, jij bent toch niet bang voor die grote, luide, enorme, vreselijke beesten? Natuurlijk niet. Mooi zo, dat dacht ik al. Bah! Hoi. Spyro, ik heb last van knikkende knietjes. Help mij. Weet je waar wij last van hebben? Wij hebben geen sparks. Nou, je snapt mijn punt. Nee, maar als ik nou bijvoorbeeld zou zeggen Zootopia tot pliep. En pliep. En niet te vergeten de pliep. Kijk, dat zijn spoilers. Voor de ons gecensureerde versie, ga naar waarom. Spyro. Spy. Okay. Jezus, Super Mario player. Spy. Oké, nou ja, in ieder geval, eerst jou neerhalen. Sparks! Oké, Sparks is weer terug. Oh, trouwens, als jullie willen weten welke kleur dat het wordt op het moment dat we Sparks dus niet bij ons hebben. Want ja, nou is hij weer natuurlijk groen. Hij wordt rood op het moment dat wij dus geen drakenvliegje bij ons hebben. Jezus, man, Super Mario. Spy! Oh. Hij is gemeen. Hij is echt zo van, aha, je komt er niet doorheen. Hij is er nog steeds niet doorheen. Oh, chips, hij is er wel doorheen. Ik vind het wel grappig hoe dat ik mijn Flareon eigenlijk dus een Spyro heb genoemd. Dat is wel grappig, want die Flareon die kreeg ik op het moment dat deze game aangekondigd was. En damn, wat heb ik hierop zitten te wachten. Jij vindt Persona 5 een goede... Ik heb het nooit gespeeld, dus ik kan er geen Ja, ik kan er eigenlijk dus geen opmerking over maken. Plus, hetgene wat ik niet snap is tot Spyro... Of niet Spyro, sorry. Tot Persona 5... Eigenlijk heel weinig op Nintendo heeft. Dus hoe dat hij in een Nintendo overhyped game komt. Dus. Ah, bedankt dat je me hebt bevrijd. Dat is een nerddraak. Ik serieus. Die staat niet pas er totaal niet bij.
Dat is hetzelfde als dat je prinses Peach gewoon een stem gaat geven van... Oh, dankjewel Mario dat je mij hebt gered. Kom hier, dan bak ik een taart voor je en dan geef ik je een kusje op je neus. Prinses Peach met zo'n stem. Ik bedoel, serieus. Just saying. Er zitten goede voices tussen. Ga weg. Er zitten goede voices tussen, maar er zitten dus helaas ook heel erg veel falende voices tussen. Justin Kaas. Zit hij beneden eigenlijk? Hallo? Oké, weet je wat? We gaan eerst eventjes hier kijken wat daar zit, want volgens mij zitten hier alleen maar een paar gems. En een paar van die grote beestjes. Poink. Ga weg. Ik vind het wel grappig hoe dat ze ook echt auw zeggen op het moment dat je ze weghaalt. Als je ze een beuk geeft, dan is het echt auw. Zo, ik had even als een heel erg internet is. Oeh. Dan heb je een beetje hetzelfde wat die gasten zeggen als ze een beuk voor een ram voor een rom krijgen. Auw. Misschien moet je ook gewoon een keertje een ram voor je rom geven en hopen dat je modem dan een keertje mee wil werken. Schaapje, schaapje, schaapje. Schaapje burn! Oké, wat zit hier nou? Zag ik dat goed? Oké, nee. Ik dacht al. Ik dacht ook daar iets zag, maar gelukkig niet. Hallo. Ik vind het wel grappig, echt van die supergrote beesten en dan dat je echt zo aankomt van... Wel grappig dat... Ja, gele gem! We hebben bijna ondertussen alle gems al, jongens, want... Ik denk dat er hier 400 in deze... In dit level zouden zitten? Zoiets? PlayStation All-Stars. Nee. Ja, ik dacht er heel eventjes diep over na. Want ik heb wel een keertje van All-Stars gehoord, maar dat was van Super Mario. Oh, Zander. Als je zo doorgaat, leer je alle trucjes die de magiërs kennen. Nou, met de stemmen die ze hebben, hoop ik er eigenlijk niet op. Nou ja, in ieder geval, ik zie dat daar achter in de verte tot daar dus ook nog een secret to everybody zit. Nou, voorlopig gaat streamen voor mij niet in zitten. Ik heb de afgelopen dagen dat zelf Google al een minuut nodig heeft om te laden af en toe. En streams kijken lukt al bijna niet zelf. De streamen gaat hem helemaal niet worden. Jij weet je, maak je daar geen zorgen over. Je zit nog altijd gezellig bij ons in de Discord. Dat vinden we een van de belangrijkste dingen natuurlijk. En... We weten de struggle waar je in zit. Het is net alsof dat jouw internet de hele tijd internet vasthoudt en dan de hele tijd voor je neus nee gaat lopen roepen. Dat is Super Smash Bros. Maar voor PlayStation. Oké. Deze heeft gewoon 500 gems. Oké, duidelijk. Oké, we hebben alle gems. Voordat we jou gaan bevrijden, ga ik eerst eventjes iemand een ram voor zijn rom geven. Oké, dit moet te doen zijn. We got this. Woehoe. Je zou denken dat je daar dus een hele mooie inloopstuk zou hebben daar, maar... Valt toch best wel tegen, hij is best wel snel. Oké, springen. Oké, hij stopte daar voor een of andere reden. Ik weet niet waarom. Even kijken. Wat zijn de shortcut momenten? Hier is er één. Gewoon zo dicht mogelijk de muur knuffelen. Dan zo kort mogelijk de bocht nemen hier. Hier ook weer zo kort mogelijk de bocht nemen. Jeetje, hij is snel! Daar! Volgens mij stopte die daar, omdat het daar gewoon is van... Tot zijn loopanimatie gereset wordt of zo. Dat maakt niet uit. Hoi! Kelvin! Denk eraan, die
deze blauwe dieven hebben ook eieren gestolen buiten de wereld van de magiërs. Geen zorgen, ik krijg ze wel te pakken. Ik weet niet, ik vind Spyro's stem gewoon echt niet kunnen. Spyro, luister. Gewoon nee. En dat was dom. Nou ja, één voordeel, we staan gelijk bij die save point. Vernieuwen! Het grappige is, in de Engelse versie heet dat reigniting. In verband met het is Spyro reignited. Oké, maar wat we dus willen doen is, we willen dat in de hand steken en dan gelijk overgaan naar het volgende plateau. Dat in de hand steken, gelijk door naar het volgende plateau. Dat in de hand steken, terug naar het andere plateau. Zoiets! Vooral is zeker goed, maar had gekund. Even kijken. Maar had beter gekund. Ik vond het jammer van de snelheid van melee was weggehaald. Ja, maar zo kun je altijd dit pikken. Ik vind het jammer dat ze dit weg hebben gehaald. Ik vind het jammer dat ze dat hebben weggehaald. En... zo zou je over alles kunnen blijven nitpikken eigenlijk. Ik bedoel, Spyro 1 op zich was een supergoeie game. We hebben een leven trouwens terug. Begrijp me niet verkeerd, maar Spyro 1 was echt een supergoeie game. Totdat Spyro 2 uitkwam. Want in Spyro 2 hadden die gems in één keer betekenissen. Er waren veel meer cutscenes er toegevoegd. Er waren extra power-ups waren er toegevoegd. Spyro 3? Ja, op dat moment had iedereen zoiets van, waarom bestaat Spyro 1? Snap je wat ik bedoel? Dus... je kunt altijd wel open nitpikken. Schiet er niks mee op. Oké, jij zegt tot daar zitten dus nog stiekem gems. Oké. Mijn lievelingssmash? Ja, toch Brawl. In verband met de subspace. Ik vond de subspace zo goed gemaakt. Dat kunnen ze gewoon niet. Dat is gewoon niet meer aan te toppen. Als het nou bijvoorbeeld Ultimate de subspace had gehad op een leuke manier. Dan had ik gezegd van nou jongens. Petje af, jullie hebben het gedaan. Jullie hebben een betere game weten te creëren. Oké, volgens mij kan ik die kant op. Hopelijk. Nee, dat haal je zo niet. Vinjongen. Dit was al onze eerste level pas, hè? Ja. Oké, maar als we daar dus zo niet kunnen komen... dan moeten we het van hoger af proberen. Dan lukt het wel, toch? Ga dood. Jammer joh. Je spreuken die duren ietsie pietsie te lang. Nou, sowieso hebben we nog voor een livestream de subspace finale te doen. Lijkt me ook heel erg leuk. Dat deed pijn. Lijkt me ook heel erg leuk om dat zeker te gaan doen. Ah, oké. I gotcha. Nou, we zijn nog verder gegaan met de livestream de vorige keer daarvan. En nu hebben we dus de finale. Volgens mij is dat nog... was dat 100% Mark? Dat was 100% Mark. Nee! 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 Gelukkig hoeven we daar nou niet naartoe. Echt één sprong die je faalt, hè. Nou ja, alle gems die tellen, dus screw it. Maar die vijanden leven daar nog. Jammer. Echt, hè. Mijn geluk gewoon, jongens. Echt. Oh ja, dat was daar. We kunnen naar huis nu. Naar huis! Ik vind het grappig dat er staat naar huis. Terwijl je gaat helemaal niet naar huis. Je gaat weer terug naar... Naar de magiërs of zoiets. Of hoe dat het daar ook heette. Hier, zie je de magiërs. Ja, we zijn aan het let's playen, Super Mario. Dan weet je net dat die vloek weer terugkomt.
Maar ik denk bij de volgende livestream, Bada. Alleen ik durf niet uit het hoofd te zeggen wanneer dat mijn volgende livestream is. Maar goed. Wat ik wel een nadeel vind ook hier is van... je hebt zeg maar dus vijanden in de wereld, in de main wereld zitten. Maar als je dus een level ingaat, zoals bijvoorbeeld nou de berggrot waar dat we heen gaan. Ook al versla je alle vijanden, als je weer terugkomt, dan zijn ze weer terug. Dat vind ik weer een beetje een nadeel. Ik heb zoiets van als je ze helemaal verslagen... Ik zit hier de hele tijd van... Volgens mij moet hier een draad zitten, maar... Gaan we naar de berggrotten? Is dit een van die levels waarvan ik zeg... Dit is niet een van die levels waarvan ik zeg... Dit lijkt heel erg veel op de... Oh, dit is met de giant spiders. Al moet ik zeggen dat ik deze wereld weer veel te veel vind lijken eigenlijk op de wereld... De main wereld. Dat vind ik dan weer wel jammer. Oké. We hebben hier dus van die Twisted Mages. En van die kousnuivers. Die houden van kou. Oh mijn god, als je terug modderd gaat doen. Het probleem, jongens, is... Er is op het moment zo erg ouw... Veel plezier en lolligheid in een gewone Minecraft zonder mod te vinden. Ik bedoel, echt serieus. Ik heb nog nooit zo'n leuke lift gemaakt als dat ik in mijn privéwereld heb gemaakt. Misschien dat ik dat dadelijk nog heel eventjes zou laten zien hoe dat mijn privéwereld eruit ziet. Kunnen jullie een beetje lachen. Maar... Doe alsjeblieft iets aan die groene druïden. Ze zijn de hele tijd alles aan het verplaatsen. Oh, zijn ze de hele tijd alles? Ik zeg serieus, het draadje mist nog net. Hoor dat jullie, jongens. Ze zijn de hele tijd alles aan het verplaatsen. Maar om heel eventjes terug te gaan over de... Ja, stream topic, want ja, de streamers die hebben het dan over Modern Survival. Kijk, het probleem is 1.13, de oceanen zijn echt geweldig. En echt, wat heet geweldig? Ik heb nu de skin als Vaporeon bijvoorbeeld. Nou, echt serieus, de zwemmechanics, hoe dat ze die hebben aangepast. De watermechanics, hoe dat ze dat hebben aangepast. Je kunt er zoveel leuke dingen mee doen, echt. Ik heb nog nooit een, hoe heet dat? Ik heb een keertje bij een modded iets, heb ik toen een keertje lifts gebruikt en... Bij Pixelmon hadden ze ook dat je dus liften kon gebruiken. Leuk. Maar de liften die ik nu heb, die zijn zoveel leuker. En de oceanen, die zijn nu echt vol, weet je wel. Het is niet meer van, oh kijk nou toch eens, je hebt een oceaan en je hebt er niks aan. Ja, je kunt erop reden met een bootje. Het is echt van, de oceaan leeft nu op het moment. En dat is echt heel erg gaaf gedaan. Trouwens, deze beetjes die we hier zien, die redden ons op het moment dat ik hier naar beneden zou vallen. In verband met, wij moeten hier heel erg terug gaan lopen dashen. Waarschijnlijk ga jij daar ons over uitleggen van, hey. Ik haat die kevers. Als ik zo groot en sterk ben als jij, verpletter ik ze allemaal. Denk eraan dat je tijdens een superboost onoverwinnelijk bent. Wat is Spyro toch een zeurkous in deze game? In het Engels dan is het een beetje van... I can't wait to be strong. Weet je wat, dan is het echt van... En hier is denk ik... Ze zijn zo groot, scary, cozy, so not fair. Nou, Bada, we hebben al een hardcore streamserie eigenlijk. Maar ja, daar hebben we dus één keer met Flareon... Want ja, ik zelf ging er heel erg snel in dood. En toen hebben we dus een hondje en die noemden we Fluff. En toen was Fluff degene die ons eigenlijk dus... Die serie toen weer een beetje heeft opgeladen. Maar het probleem is van... Ja, ik weet niet of we echt verder zouden kunnen gaan met die serie. Dus aan de ene kant zou ik het dolgraag willen. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van... Ja, maar ik heb ook weer een plan voor iets anders. Dus misschien dat we daar weer iets mee kunnen. En Minecraft, het is heel erg open-worlded. Want we zijn sowieso van plan om weer een hardcore serie te gaan doen. Hoe? Daar moeten we, zijn we nog een beetje mee... Ja, daar zitten we nog een beetje mee te kijken van... Hoe gaan we dat aanpakken en wat zijn de plannen daarvoor? En...
Oh mijn god. Hoe? Volg zo'n rookwolkje. Gewoon zo'n rookwolkje volgen. Oké, duidelijk. Dat is een rondje. Dat is een rondje. Zeker weten? Zeker weten. Echt waar? Echt waar. Oh, weer een kistje. Oké, dus daar gaat hij nu. Oeh, dat was hem bijna. Zagen jullie dat, jongens? Maar goed. Hoe was die niet raak? Oh, jij zit mij nou gewoon te taunten en nou ben ik boos. Nu ben ik vreselijk boos. Jij gaat er aan, jongetje. Echt serieus. Hoe was dat niet raak? Daar! Maar goed, er zijn nog in ieder geval genoeg dingen die we dus met Minecraft kunnen doen. Oké, even kijken of we hier alle gems wel hebben. Want echt, ik heb hier geen zin om weer terug naartoe te moeten springen. Even kijken, ik zie hier niks meer. Hier had je de fork in the road. Misschien tot hier dan. Volgens mij hebben we hier alles. Ja, maar Spyro die deed het eerst. Ik bedoel, je had Super Mario Galaxy, maar Spyro was... Ja, die was gewoon eerder. Enough said. En dan vraag ik me eigenlijk toch één ding af. Hoe komen wij weer terug? Want... Kunnen we hier ergens aan de van de baan afspringen of zo? Deze hele mooie ruimte hier, maar... In een grot. Random. Maar hoe willen wij... Oh, wacht eventjes. Is dit niet met die veetjes hier? Worden we hier niet automatisch gered? Volgens mij wel. Hallo? Dit komt uit de PlayStation 1, Super Mario. Dit komt ongeveer uit hetzelfde tijdperk als Super Mario 64. Ik speel het op een PlayStation. Oké, we zijn wel helaas mijn dash kwijt, maar we kunnen nog steeds hier deze ding krijgen. Ik vind het zo grappig dat je hier gewoon naar beneden kan springen, zo van haha! Ja, dat hebben ze zeker. Zit hier ook nog een secret? Oh ja, hier zit ook nog een secret. Oh, zo komen we ook naar huis. Oké, fijn om te weten. Cedric! Zweef en spring tijdens je superboost om de berggrotten is goed te verkennen. Nou, sorry meneer, met het boekje. Ja. Ik wil het heel even verder doen, maar volgens mij hebben we die tactiek al gebruikt om jou uit je standbeeld te bevrijden. Ah, je beetje, ah. Ik hoop dat het echt maar even weer een golfje is, tot het dadelijk weer een stuk beter gaat. Ik vind het echt erg voor hem. Je beetje vraagt hier toch helemaal niet op? Waarom wil je een beetje zo slecht internet hebben? Dat vind ik echt niet kunnen. Het is gemeen, gemeen. Oké. Dan gaan we eens even dus een paar spinnen mappen. Die spinnen die zijn trouwens best gevaarlijk, dus daar willen we wel voor uitkijken. Maar wat we willen doen is, we willen de supercharge gebruiken. Ja, vergeet niet hè, dat is mijn zinnetje. En met die supercharge kunnen we dus hier overal doorheen dashen. Waar zit die spin? Daar zit die! Au. Oh, dit gaat een beetje... Dit is eng. Welkom in de horror game van Spyro. We hebben de supercharge niet meer. Rennen. Ah! Heeft iemand gezien? Ben ik veilig? Ja, jij beetje, dat snap ik. En dat is inderdaad gewoon boos inschakelen. Oké, ik weet dat die spin daar zit. Oké. Okay.
Ja, ik vind het al erg zat dat hij dan ook nog niet eens zijn eigen internet bij wijze van spreken zou aan mogen vragen van... Sorry, maar dit werkt niet echt. Waarom stond jij helemaal daar in het hoekje? Hi. Haha, ik ben sneller. En dan kunnen we dit dadelijk ook... Nou ja, volgens mij hebben we nou bijna alles. Hoeveel draken hebben we hier al? 3 van de 3. Maar we missen nog een ei. Oké, duidelijk. Goed. Want ja, het probleem met die spinnen zijn... die spinnen die hebben dus natuurlijk ook hun eigen gem vast. En daarom is het belangrijk dat we elke spin neermappen. Maar goed, er is dus nog een ergens aanwezig. En die moeten wij dus ook nog zien te verslaan. Alleen dan zag ik dus ook dat er hier een opening zat. Is dit ook zo'n grote spin? Ja. Hoe wil ik... Daar kan ik niet heen, toch? Oké, duidelijk. Nee! Ik vind het zo eng. Oké, waar zit hier die supercharge waardoor dat ik die spinnen nikken? Hallo. Kom hier vaker. Oh. Hallo. Name's Bruce. Poink. Maar dat brengt ons nog niet bij die andere na. Oké, Sparks, wij gaan nou heel eventjes kijken waar de rest van de gems zitten. En jij moet helpen. Oké, ik zie hier al 5. Er moet nog een ei hier ergens ook te vinden zijn. Duidelijk. We gaan weer even het level eventjes afzoeken. Want we hebben nog 45 gems en dus een drakenei. Ik weet ondertussen van JB'tje ben ik nou 1 blok. Oh, hij zegt daarboven. Wacht eventjes. Hierheen. Dan zou hier dan ook die na zitten. Ja, zo heten die dingen gewoon. Die dingen hebben gewoon echt... In mijn netvlies is verbrand gewoon. Tot deze gasten... Zullen bekend zijn als... Nana's. Ja, dat is waar dat feetje zat, maar... Oké. Gaan die kant op. Nou, ik vind het in ieder geval heel erg lief dat er zoveel mensen meedenken naar je beetje. Dus iedereen, enorm bedankt voor het meedenken. Jij zegt dat daar nog meer zit, maar... Hier dan? Nee. Jij wees eens de heer ergens heen. Nee, toch niet? Ja, deze sprong halen we niet, dat is wel jammer. Ach ja, gelukkig worden we goed geholpen. Maar daar zit ook ons ei. Oké, daar moeten we naartoe. Duidelijk.
Echt op het hoogste van je sprong en dan kun je het makkelijk halen. Kijk. Appeltje, eitje. Dat is alleen nog dit grasveld. Maar wacht eventjes, hebben we dan weer zo'n na die alleen maar rondjes gaat rennen? Om water, nog erger. Maar we hebben in ieder geval alle gems. Nu jou nog. Dit wordt gevaarlijk. Hoppakee, zo doen we dat. 100% level voltooid. En je zweeft, en je zweeft, en je zweeft! Nou. En hier zat onze naar huis portal. Hebben we in ieder geval dat weer gevonden? Sorry dat het heel eventjes een stil momentje was om wel eventjes te concentreren en alles. Maar ja, we zijn er weer bij. We hebben weer twee afleveringen. Of ja, twee afleveringen, sorry. We hebben weer twee levels weten te behalen. Dus ik denk dat ik het daarbij ga houden voor deze YouTube-aflevering. Dus ik dank jullie weer voor het kijken natuurlijk. Heb je een leukste momentje? Of ja, wil je een keertje zelf gezellig in de chat zijn? Link staat in de beschrijving, dus waarom ook niet. En voor de Twitch om een livestream een keertje mee te pakken. Net zoals Discord. Ook altijd hartstikke leuk om mee gezellig te babbelen. En ja, laat een like achter als je natuurlijk daar de tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie allemaal te zien in de volgende video. Bedankt voor het kijken en doei!